Hoi allemaal, alweer les 4. We gaan het vandaag hebben over hoe we de afbeeldingen in de stijl kunnen aanpassen. Als eerste openen we weer het programma Visual Studio Code. Dat kan even duren. Maar onze leerlingen hadden gevraagd om live te doen, niet met pauze, zodat ze kunnen zien hoe lang het soms duurt voordat het programma geopend is en wanneer je de volgende stap kan doen. Nou, bij mij wordt de map van de vorige keer alweer weergegeven. Hij is nu de indexpagina vertonen. Ik open de indexpagina alweer in de live server. Na de laatste Windows-sessie geeft hij bij mij een aantal meldingen die ik negeer. En ik ga je eigenlijk uitleggen hoe deze afbeeldingen een functie hebben in de pagina en hoe je die kunt aanpassen. Dat doe ik straks niet in Visual Studio Code, maar dat doe ik in het programma Paint. Mijn live server wil nu nog niet starten. Ik denk dat de achtergrond van mijn laptop te veel processen gaande zijn om de live server te starten. Zodra die gestart is, komen we daar ook terug. Nu gaan we eerst naar verkennen. In de map verkennen was een map documenten waar ik in mijn website had aangemaakt. En in de map website zaten alle documenten die te maken hadden met de simpele website die ik aan het werken was. Zo ook een heel aantal afbeeldingen die met de stijl te maken hebben. Zoals deze afbeelding, de tab Select. En als ik in Visual Studio Code kijk, dan staat hier tab Select. Als ik in Visual Studio Code de afbeelding bekijk, is die nu paars. En als ik hem in verkennen bekijk, is die ook paars. En als ik hem in de live weergave bekijk, is die ook paars. En het is de afbeelding die klikken precies van een kleurtje. Goed. In verkennen klik ik al met mijn rechtermuisknop. En ik kies openen met en ik kies het programma Paint. Maar nogmaals, mijn computer heeft net een nieuwe Windows installatie gehad. Deze is achter met allerlei andere dingen bezig, waardoor die niet super snel is vandaag. Ik heb hier een paarse afbeelding met zwarte rondjes. Nou, als ik op de pipet klik, dan klopt dat. Dan zegt hij paars. Als ik een ander kleurtje zou willen selecteren, als dat paarsige, iets meer roodpaarsig of iets meer donkerpaars, of van helemaal geen paars. Ik kies dit keer voor donkerpaars. Dan zegt oké. Okay. Ik pak mijn emmertje en ik geef een nieuwe kleur en ik kies hier voor bestand opslaan. Nou ben ik eigenlijk klaar in Paint, dus ik sluit Paint. En als ik dan in verkennen kijk, heeft de afbeelding een nieuwe kleur gekregen. Nou, als ik nu terug ga naar Visual Studio Code en ik druk op de afbeelding, dan moet hij er een nieuwe kleur aan toekennen. Als hij dat niet doet, dan laat hij slecht en laat ik zo'n andere mogelijkheid zien. Als ik naar de indexpagina ga, moet ik even iets aanpassen om deze achtergrond ook echt in te krijgen. En daarom tik ik hier even het woordje Select. Ctrl-S, zodat ik zeker weet dat hij een wijziging heeft gehad. Ik ga naar mijn live weergave en ik kies voor vernieuwen. Nou, dan pakt hij hem nog niet helemaal op, zoals je ziet. Hij blijft voor dat roze wat hij al had. Kan gebeuren. Ik open hem nu met de hand in de live weergave. Kijk of hij dan vernieuwt. Nu pak je hem wel. En als je het donkerpaars geworden, voor mensen die het niet gelijk meekregen. Nou, en zo kan ik alle afbeeldingen bewerken. Laat ik het nog even zien. Ik zie een klein groen lijntje. Vind ik niet mooi.
Hier staat de back, hier staat de voeten. Dat is hem zeker niet. De slide is niet. Ik denk dat het de backline is. Hier open ik in Paint. Dat had hij ook even wat moeite mee, maar dat geeft niet. We hebben de tijd. Als je dan inzoomt, want hij is nu heel klein, dan zie je hier een zwarte afbeelding met daaronder aan het klein groen stukje. Dat kleine groene stukje, dat wil ik heel graag even vervangen. En dan pak ik mijn verfkwast. Ik pak de paars van net. Het paars van net. Met deze. Ik ga met kleuren. Sneltje aangepast. Nou, het is niet zo netjes gegaan. Dus ik maak mijn selectiekader even iets kleiner. Helemaal niks aan de hand. Ik pak hem iets kleiner. Kom ding, ik pak hem iets kleiner. Ik weet het er geen zin in, jongens. Zo. En doen we uitsnijden. Hebben we gehoord, we zullen opslaan. Ik denk dat er een heel klein witte handje bij gekomen is. Ik ben klaar in twee. Als het goed is, zie je de paas. Ik kijk Visual Studio Code bij de back. Of je hem heeft aangepast. Nou, dan zien we het ook niet erg, maar zien we weer het lijntje. We openen met de hand in de live-weergave en we kijken wat het effect is. En we zien dat de achtergrond nu een gestreept effect is, omdat ik met dit heb gewerkt. En een paar onderstreping. Nou, kortom, hij is meer gepersonaliseerd. De back heeft nu een achtergrond met wit streepjes. En zo kan ik dat ook met de voeten doen en met alle andere afbeeldingen hier. Het thema, ik zou zeggen, succes. Pas de thema-afbeelding aan mijn eigen smaak en experimenteer daar echt gewoon lekker vrij mee.